Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Ik had eigenlijk vandaag een andere video willen posten. Alleen, ik heb het zo verschrikkelijk druk gehad dat ik er eigenlijk niet aan toegekomen ben. Zoals je ziet, dit is mijn gebruikelijke decor. Hierachter stond de springschans. Die is verdwenen, want ik ben super druk geweest met allemaal spullen overhuizen en zo naar de nieuwe werkplaats. Ga ik binnenkort laten zien natuurlijk. Maar kijk wat ik allemaal gedaan heb. Hier stond zeg maar een heleboel materiaal. Hier stond zeg maar de springschans. Die staat er nog steeds, want die heb ik daar neergezet. Maar ja, die staat klaar met de vrachtwagen opgepakt te worden. Hierachter stonden pallets met materiaal. Die heb ik al verhuisd. Ondertussen heb ik nog wel de tijd genomen om de trijk af te bouwen. Nou, die staat hier. Kijk, brute uitlaat erop. Ondertussen hier voor de motorkap erop gebouwd. Ziet hier toch weer een beetje toonbaar uit. Die staat eigenlijk startklaar. Daar had ik eigenlijk een testrit mee willen gaan doen. Maar ja, daar is er een beetje bij ingeschoten door alle drukte natuurlijk. Want ik heb zoveel gedaan ondertussen. Nou ja, even verder kijken. De vrachtwagen staat er weer klaar om een nieuwe lading materiaal erop te zetten. Hier zeg maar ook al behoorlijk leeggeruimd. De graafmachine die is ondertussen alweer van zijn plek geweest. Dat zie je wel, die staat weer anders. Hier ook een beetje vlak gezet. Er ligt nog een ding, dat moet ik nog meenemen. Van een kuilsnijder geweest. Heb ik overigens al een keer een laadbak van gemaakt voor de Bobcat. Er zit zo'n mesvork op. Ja, die heb ik hiervan gemaakt. Ga ik nog wel laten zien. Maar niet vandaag. Hier, zeg maar. Kijk dan, joh. Hier was zeg maar het ijzerrek. Ja, die is dus al verplaatst. De roestplek op de grond zie je nog waar die stond. Maar die is weg. Daar lagen ook allemaal stalen balken en zo. En van die profielen, haarbalken en zo. Een hele berg. Ook al verhuisd. Er staat nou alleen het kanon nog. Het kanon gaat met de volgende vrachtwagenlading mee. Prachtig dul fris pak. Die moeten we nog even bewaren. Zoals je ziet heb ik dus niet stilgezeten. Nou ja, vandaag, donderdag. Morgen zou eigenlijk de video erop komen. Vandaag, want jullie zitten die nu te kijken. Maar vandaag ben ik ook nog kei druk geweest met een project. En ja, dat wil ik jullie eigenlijk niet onthouden. Want ja, daar hoeven we geen geheim van te maken. Kijk hier jongen op de achtergrond. Oh! Dat wordt de volgende video eerst nog. Die heb ik dus gebouwd vandaag. Heb ik niet alleen gebouwd. Samen met Basje gebouwd. Die was voor de gelegenheid erbij. Vet. Dat komt dus in de video. En die ga ik proberen morgen erop te zetten. Zaterdag dus. Dus zeker kijken, want die komt er dan op. Het bouwen van deze. Dat is een klassieker die ik eigenlijk niet meer opnieuw zou gaan bouwen. Maar nou toch stiekem toch maar wel opnieuw gebouwd heb. We zijn naar een evenement geweest voor de vakkanjers. En nou ja, dat is een evenement inderdaad voor jongeren. Om die te motiveren voor techniek. Dus groep 7 en 8 en klas 1 en 2. Die zijn er allemaal geweest. En die hebben ons daar live bezig gezien met het bouwen van een nieuwe wipcar. Hier staat hij dan. Hij is nog niet helemaal klaar. Ik moet nog wel wat dingetjes doen, maar hij rijdt al wel. Dus ik vind het al niet heel slecht. Dus, maar ja, daar gaan jullie allemaal het fijne van zien in de volgende video. Dus dat is nog even, hou je nog even te goed. Dus, maar om vandaag helemaal geen video te posten, zou ik wel heel schraal vinden. Maar ondertussen, wie kijkt hier, joh. Het is hier al goed leeg. Maar hier stonden, achter mij stonden ook auto's op het gras. Mag eigenlijk niet. Oeh, maar ja, die zijn nou ook weg. Lagen nog allemaal wielen en zo. Ook allemaal al verhuisd. Je wil niet weten wat voor een zooi dat ik weggeschouwd heb hier. Oude rolgolf, die staat er nog wel. Dus dat. Vet special paint. Oh. Dus, ja, mooi hoor. Ja, en die staat natuurlijk op de nominatie om heel snel getest te worden. Vet. Staat gewoon eigenlijk klaar. Kijk dan. Spatbord erop aan deze kant. Nou is het weer gewoon echt een halve auto en een halve motor aan elkaar gelast. Vind ik vet. Ja, ik ben erg benieuwd hoe die rijdt. Dat weet ik dus nog niet. Maar dat gaat wel gebeuren in de daaropvolgende video dan. Want ja, die moet eerst. Die gaan we er eerst op zetten. En dan ga ik dus terug naar Nederland verhuizen. En dan heb ik hier een hele grote Belse vrachtwagen met een kraan erop. En een oprijbak en alles. Van 1987. En ik denk dat ik die ga verkopen dan. Dus dat mannen zijn die speedway rijden. Die toevallig op zoek zijn naar een hele brute Volvo FL6. 11 tonner. Dan
En zeggen, doe een mooi bot en dan is hij misschien van jou. Ik schilder de laadbak nog wel even op, voor de mooiheid. Hij ziet er nou heel erg verlept uit, maar eigenlijk als ik hem ga verkopen moet hij wel iets beter uitzien dan dit. Dus daar ga ik nog wel even bezorgen. Dit is echt een slechte reclamevideo nou. Trouwens, nee, de vrachtwagen is niet te koop. Ik heb een andere vrachtwagen die er veel beter uitziet als deze. Die is te koop binnenkort. En dat is niet deze, dat is ook een Volvo FL6. Die er veel beter uitziet als deze. En die is dan te koop. Echt vet, een Belze vrachtwagen. Van 87, oldtimer. Echt een koperij in Bels. Hoef je geen eurovignet voor te kopen in Nederland. Een 11-tonner. Niet deze, eentje die beter eruit ziet. Hè? Aha. Goed. Genoeg gekletst, anders wordt veel te veel werk om heel deze video te ondertitelen. Dat is nou al. En de andere video die ga ik proberen zaterdag erop te zetten. Maar ja, jullie hebben het al gezien. Het wordt een nieuwe whipcar. Dus dat. Het is niks meer geheim. Hey. Die staat ook al klaar om te testen. Dus dat komt er ook heel binnenkort aan. En de nieuwe werkplaats inrichten. Dat ga ik binnenkort doen. Mensen, bedankt voor het kijken. Het was echt een video van niks. Ik heb alleen maar gauw even rondgefilmd hoe alles erbij staat. En de vette video van bouwen van die. En de testrit van die. Die hebben jullie te goed. En die komen er heel binnenkort aan. Hey mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende.